Hallo kijkers van Shiny Sprite, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Glow Incarnate Shiny Cage Lock met Sanring van Gaming SB. Vorige aflevering hebben we best wel wat Shinies weten te bemachtigen. Sander is weer zijn eigen lol aan het bewonderen, denk ik. Ja, ik ga even goed op het intro. Dat dacht ik alweer. Sander heeft voor de vorige aflevering zijn vierde teammember. Hij is goed bezig. Ja, dat klopt wel, Link. Ik ben nog aan het zoeken voor mijn vierde teammember. Ja. Hoop in ieder geval dat ik niet zo meteen tegen een dupe aanloop. Dat zou zeer jammer zijn. Dat zou zeker jammer zijn. Dat zou zeer leuk zijn in ieder geval. Ik zag dat mijn tsunami een item had. Dus die ga ik zo even afpakken. Nee, ik gebruik hem toch nu nog niet in battle, dus dan mag het. Toch? Of doen we dat het dan niet mag? Want dan heb jij ook verloren. Nee. Die mag je er gewoon nog even van afhalen. Ja, precies. Dat is niet van. Ga ik switching training? Ja. Ja, want je weet dat je straks gewoon Rare Candies hebt, hè? Ja, maar als ik nu een Surskit tegenkom, dan ben ik wel... Oh, deze Telo is level 2, bro. Echt iedereen en zijn moeder kan deze Telo verslaan. Iedereen en zijn moeder? Ja. Wow. Dat is zeker waar. Dat heb je goed. Begraping. Begrapening. Begrapening. Best een sleepy. Kan ik... Hoe ver is het nog? Is hier? Nee, oké, dat is allemaal... Daar is nog een trainer in. Ja, nee, dat vind ik eng. Ah, Surskidding. Kidding. Ja, ik hoop echt niet dat jij die ook krijgt. Oké, maar dan hebben we weer eenzelfde schijnende Pokémon. Ik hoop eigenlijk al dat jij een andere Wurmple krijgt, zeg maar. Mag ik trouwens even zeggen dat jij 4 keer achter elkaar de eerste Shiny hebt? Ja, dat is wel goed. Het loopt eindelijk een keer voor. Woe! Dan hoef je niet op mij te wachten, maar ik op jou. Wat is dit? Wat is dit voor hekserij en toon? New year, new me. Am I right, boys? Ja, ik denk dat we wel weer moeten afspreken, zoals we eigenlijk altijd doen met Cage Lock, dat we tegelijk aan de gym leader beginnen. Ja. Ik heb Honey. Kan dat nu al? Ik zou even saven of safe staten, want dan kan je het gewoon proberen. Ja. Is dat een goed plan? Dat is een... Smarty panting moving. Ik ga beide. Dan kan ik het... ik doe het hier om te oefenen. Dus dat kan wel. Ik doe het even op een ander slot dan ik eerder gebruikt heb. Just in case. Van de spec. From the bacon. Dat ziet er wel uit als Noorden, ja. Oeh, nice. Holy damning. Dat is volgens mij kan je straks gratis honey kopen. Gewoon, dat hebben ze in shops gedaan, dacht ik. Niet in elke shop, dacht ik, maar wel in sommige shops. Dat je gratis honing kan fixen. Ah, dat is cool. Heet dat Sean? Want het is cool. Ja, Mia snapt hem niet. Dat is zijn broertje seizoen 2 niet gezien. De Alien Art, de beste art. Nou, nee, dat weet ik niet. Ik heb hem laatst gekeken. Ik denk toch dat de derde seizoen, de World Tournament, is de beste arc. Ik denk dat Noach daar anders over denkt. Alsof Noach iets weet van aliens of World Tournaments. Nee, maar Noach heeft wel een arc. Ja, met 2 beesten van ieders. Of 2 Pokémon, hè. Nee, want toen hij, dan had hij maar 150, denk ik. Want toen hij bestond, toen bestonden de rest nog niet, denk ik. Dus het was een beetje losering van hem. Titiana? Yo, ik heb Titiana verslagen. Ik weet, ze is echt 5 jaar of zo, maar ik heb er wel verslagen. Lekker in kindermishandeling. Oh. Wow, ik ben geen Dan Schneider. No. Echt? Oh, dat wist ik niet.
Weer wat nieuws geleerd. Detect mode. Ik heb hem op detect mode staan. Nee. Domme truc. Nee. Wow. Dat is niet lief. Wow. Yo, Beautyfly. Dat vind ik wel beauty flying van. Dat is hoe ze in Zweden Beautyfly zeggen. Ja, dat klopt. Nou, baten van de Water Tribe, zorg eens voor die shiny Pokémon. Ja, kijk, je moet gewoon Inazuma 11 namen geven, dan krijg je de shiny. Nee, Sandring, ik ben van de Avatar Ring eventjes. Ja, dat mag ook. Dat mag ook. Maar Bato, wie is dat? Want die zat volgens mij niet in de Netflix-serie, toch? Ik weet niet wie dat is. Dat maakt niet uit. Nee, maar dan weet ik niet wie dat is. Nee, maar dan weet ik niet wie dat is. Yo, Beautyfly nearby? Search level 1? Wat doe ik? Nee. Dat komt door die, dat ze voorbij vliegen. Dat is een funny guy, is dat. Ah, dat is een funny guy, hè? Oh, Battleburg Wood, a city. Where the grass is green and the girls are pretty. Sander, waarom zijn wij zo? Nou, kijk, dat komt omdat als... Oké, ik zal het even voordoen, want ik moet toch even wachten. Als je zo'n lijn hebt, hè, zo'n lijn, dan zit ik dus hier en jij zit hier gewoon. Echt precies op dezelfde lijn zit jij. Oh, joh. Wij zijn echt lining pants. Seedot, vuile beta, ben gewoon even shiny. Vuile beta, what the freaking, wat doet hij? Mijn kat is een kutje. Hij doet het toch? Oh wacht. What? Ja, dat is niet deze kat. Die zit links van me. En die andere kat, zeg maar die toch doet, die zit links van me. Maar daar heb je nu geen last van. Katten chillen allemaal bij jou op de kamer? Ja. Die katten loving jou. Eigenlijk snap je het niet, maar ik lof zij hun wel, dus ik hoop dat het wederzijds is. Nou, anders zijn ze echt niet aan het chillen bij jou, hoor, op de kamer. Ja, dat is wel. Eigenlijk ben ik aan het opnemen. Eigenlijk is het niet zo handig. Heel raar uit in de opname straks. Sorry, ik moest even cutie moments met het katje hebben. Dat mag allemaal. Katje moet wel gewoon aandacht, hè. Aandacht hebben. Dat doet hij. En dan gaat hij zo lief kijken. Zo van, mag ik geen aandacht? En ik zo van, oh shit. Oh, voor 100. Oké, ook nice. Honey, I'm home. Ja. Zo'n schijnende Pokémon. Maar dan kost het dus wel geld. Dat is wel een dingetje. Ja, dat klopt. Dat is wel een dingetje. Geld is wel een ding. Geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Dat is die bekkant, toch? Staat gewoon versteld van zijn eigen geld. Maar dat is toch van die bekkant? Tel bekkant? Nog lang niet uitgeteld? Tel bekkant? Van die BN'er? Volgens mij is het wel, hoor. Hey, oh nee, wat doe ik nou? We zijn in aflevering 3 en ik ben voor het eerst... Vermoeiend. Ik ga in story mode. Het spijt me. This isn't gaming. Oh ja, ik heet gaming in deze gaming. Ik heet Milaning. Je kan gewoon verder spelen, want we zijn hier bij deze gym. Dus. Ja, maar ja. En er komen nog genoeg routes voor deze gym dat wij zo'n schijnende Pokémon moeten vinden. Nou, dat is warring. Warring als haring. Ja. We moeten eigenlijk eventjes... Oh, misschien dat, dat de, of de Dustox of de Beautyfly Sweet Sand leert. Dat zou heel veel schelen. Oeh, dat is fucking cutie. Wat? Ja, dat is voor cutie, dat hij mij wil helpen, toch? Oh. Dan. Met shiny krijgen. Zeker. Hij denkt, ik wil ook zo, weet je... Hij snapt dat natuurlijk, van ja, ik wil ook gewoon een beetje maatjes die snappen hoe het voelt om shiny te zijn. Al die niet-superieure Pokémon en dan zit ik daartussen. Nee, ik wil alleen met de shinies omgaan. Dat snapt hij ook, weet je. En terecht ook hoor, vind ik meer dan terecht eigenlijk. Yo!
Rots. Oh ja, wacht, dit is die Wally guy. Wacht, is dit niet van die... Disney? Dat robotje? Wally? Hij lijkt er niet op, weet je? Als straks de camera draait, hij lijkt er niet op. Maar hij is het wel. Hij heet Wally. Ja, en dan ben je dezelfde persoon. Als je hetzelfde heet, ben je dezelfde persoon. Ja, hallo. Behalve Sander en Xander en Rise of Beta Sander. Want we hebben het natuurlijk in aflevering 1 eventjes gehad over de verraders en de Vlaamse mol. Maar kijk je ook Hunted into the Wild? Nog niet. Oké, ik heb alleen aflevering 1 gezien. Ik heb geen idee wie er meedoen zelfs. Oh, wil je dat weten? Of zeg jawel, je van... dat vind ik prima. Oh, je hebt een teampie. Dat zijn die gebroeders van Christos Amsterdam, die ook met de verraders mee hebben gedaan. Oh, die. Sander en nog eentje. Sander en Jordi. Ja. Om het grappig te houden. Ja. Hey, die ken ik. Dat is van Spark. Dat is van die Nuzlocke Need for Speed race, toch? Precies. Zijn hun. Ja, ja, volgens mij zijn hun van die Need for Speed Nuzlocke race. Precies. Ja, dat zijn hun, ja. Do en Loisa. Oké. Appie en Pieter, die Pieter Valley. En, Appie als in? Nee. Heus en Noobis Appie. Nee. Een andere Appie. Oh, jij liet me even van hype 0 naar hype 100. Ik denk wel dat je hem kent, want het is heel erg van... hij maakt heel veel TikTok gebeurtjes en zo. Ik denk wel dat je hem kent. Oh ja, dan ken ik hem. En Pieter Valley, ken je die? Nee. Nee, Pieter Valley die maakt ook van die grappige sketches, ook vaak met Bram Krikke en zo. Okay. Ik denk dat jij hem ook wel herkent, als je hem ziet. Ah, dat weet ik niet. Ik ken Bram Krikke ook niet zo goed hoor, die zie ik ook nooit. Oh. Basically. Even kijken. Telo zit hier ook. Dat vind ik wel leuk. Heb je die Expeditie Robinson gezien met Ster in? Ja, oh, dat is die boer toch? Nee, die was toen heel goed met Stefano. Ja, maar Sterren was geen boer. Sterren was een hagedisse meid. Ja. Dat was de hagedisse meid. Ja. Zij met een andere scientist of zo, weet ik veel. Natuurkundige achtergrond. Oh nee, oké. Die kende ik niet. Ik ga even stil zijn hoor. Ik ga even sneaken. Doe maar. I did it. Oh, je hebt niet je stealth safe gefailed, Sander. Ik ben trots op jou. Ja, nee. Ik rolde een D10, maar ik ben rogue, hè? Dus dan krijg je... Advantage of stealth. Ja. Nee, je hebt expertise. Oeh, expertise! Ja. Maat. Ik heb gisteren D&D gespeeld. Nice, ding. Zeker, ding. Ik zou het morgen gaan spelen, maar... De DM die gaat. Die kan niet. Dus nu gaan we Magic the Gathering spelen. Ken je dat? Heb je dat wel eens gedaan? Ja, ik wist niet dat jij dat speelde. Ik ook niet. Nee, heel sporadisch. Ik doe het wel eens. Maar heb je ook de kaart? Niet zelf, een vast of? Groepje. Nee, ook niet. Ik lift altijd mee op de rest. Nice, dat heb ik goed voor elkaar. Nee, ja, ik heb één kaart. Wacht even, die kan ik wel laten zien. Ik heb deze specifieke kaart ooit een keer van iemand die was zo van... Yo, ik doe mijn Magic kaarten weg. En toen was ik zo van... Ja, maar ik speel geen Magic. Mm-hmm. Toen zei hij, kom maar een keer langs, ga maar kijken. En toen kwam ik deze tegen. Toen was het zo van... Flying... of Arcane Flight met een Flying Kat erop. Ja, die moet ik hebben. Ja. Die heb ik. Ik heb, ze hebben bij mijn D&D campaign, hebben ze iets kleins gehomebrewed voor mijn character, wat mijn character wat meer versatile maakt, zeg maar. Cool. En dat is best wel vet. Ik kan in villages glass arrowheads kopen. En dat zijn eigenlijk een soort van puntige flesjes die ik kan vullen met een liquid en die kan ik aan mijn arrows zetten, zodat ik dat kan schieten, zeg maar. Dus zoals in Minecraft, de tipped arrows. Ja, eigenlijk wel. Ik kan zeg maar, die glazen flesjes kan ik bijvoorbeeld met Alchemist Fire vullen. En dan schiet ik dat en dan
krijg je zeg maar het effect van de poison van Alchemist Fire krijg je dan zeg maar op wat je hit. Ah, precies. Oh. En dat hebben we ook gedaan met Perfume. Dat was echt helemaal zelf verzonnen, dat was best wel vet. Dat als je hit, dat iemand dan een of andere save moet gooien. En als ze die failen, dat ze dan de eerste... de eerste die ze die het dichtst bij hun in de buurt is, moet de damage met een bepaalde die. Oké. Okay. Want welke class was je ook weer? Archer. Of hoe noem je dat? Ranger. Ranger, ja. Ja, precies. Ja, vet. En ik kan dus ook oil in die flasks doen en dan schiet je zeg maar ergens op waar... waar vuur is bijvoorbeeld, of ja, en iemand loopt er in de buurt en dan le bouche in fire. Dat is leuk. Zeker. Dus daar kan ik een beetje mee spelen. Best wel grappig. Dat zeker. Oh god. Valt mee. Water van de Water Tribe. Kijk. Die, als ik een Wingull zou krijgen... Die zou ik wel Early Kane noemen. Dat snap ik wel. Dat is een surfing dude ding. Ik vind Quagsire ook wel een Early Kane, weet je? Zo derpy, zo is er geen karakter in de Zoom 11 die Bob heet? Ja, die ken jij ook wel. Of is dat met die afro-kapsel? Heet die niet Bob? Geen idee. Volgens mij niet. Van de originals. Die ken ja, ik jij. Weet wie je bedoelt. Die lange slungel met zijn krullen. Ja. Maar ik weet niet of hij... Hij heet toch geen Bob? Of heet hij Bob? Ik weet het niet. Dat weet ik niet. Dat zijn van die niet-zeggende karakters. Mm. Er was letterlijk één karakter die leek een beetje op Eric. Die heeft echt letterlijk 6 zinnen gezegd. Steve? In de hele serie. Nou, oké, misschien 10, maar... Steve, zei ja, hij. Dat zei het, ja, ja, die is het. Die hebben echt letterlijk 10 zinnen gezegd, die hele serie. En die zitten wel gewoon vanaf het begin af aan bij. Dat was wel grappig. Ik was die demo aan het spelen van die nieuwe game. Dus toen zei hij van ja, die Steve, dat is echt de meest nikszeggende karakter. En toen zei ik van, huh? Maar hij is toch best belangrijk? En hij zegt, what the fuck heb je het over? Maar toen dacht ik dat dit inderdaad over, dat ze het over Eric hadden. Ja, Eric lijkt wel een beetje over Steve. Weet je hoe ik Quagsire zou gaan noemen? Bobby, natuurlijk. Die bij Eric in het team zit. Hoppatee. Want die zijn natuurlijk beide van Amerika. Ja, dat weet jij niet. Maar jij hebt de laatste seizoen niet gezien. Maar Sandring, je hoeft niet boos te worden op mij. Jawel, maar je hebt dat laatste seizoen niet gezien. Who is leaving? Nee. Je ziet het niet. Maar op facecam zie je mij gewoon lachen terwijl ik net boos probeer te doen. Ik ben nog nooit boos op je geweest. Als het wel zo is, dan heb je het wel gemerkt. Wow. Als ik echt boos was. Nee, wow. Dan komt hij hier aan de deur, hoor. Hij denkt dat ik dan aan de deur komt. Bro, daar heb ik mijn mannetje voor. Daar heb je een mannetje voor. Een hitman. Bro, gewoon even op het Ray Dark Web. En dan... Ray Dark Web. Nee, Raymundo. Raymundo. Exact, Mundo. Exact. Nee, maar dan zou ik gewoon even op het Ray Dark Web en dan bestel ik even zo'n humor na en dan klaar. Lekker, man. Dan ben ik eventjes Kees van de Spek, want dan ben ik klaar, is Kees. Sander, ik heb zo gemist met jou opnemen. Er gebeurt op het scherm ook gewoon helemaal niks, maar het is gewoon gezellig. same. Ik moet wel fucking nodig poepen, maar ik kan nog wel 5 minuten ophouden. Nee, jij bent echt een partypoeper. Nee, that's not so nice. Nee, I know, maar het was wel funny. Oké, vooruit. Oké, dit vind ik eng. Axel, please, go. Doe je vlammen tornado. Vlammen tornado? Niet vlammen tornado. Weet je hoe ik Toortje ook had kunnen noemen? Omdat hij van die stekels heeft? Jude Sharp.
Die is natuurlijk ook... Oh ja, dat weet je niet dat hij bij de Inazuma zit. Maar die heeft op een gegeven moment is hij Inazuma gejoined, zeg maar. Ja, dat weet ik. Dat is in seizoen 1 al, hè? Ja, weet ik. Maar ik ben... Hoezo zeg je dat ik dat niet weet? Ik ben aan het overdrijven, omdat ik wil gewoon... De bit is gewoon van... Ja, jij weet niks van Inazuma 11. En dat tot ik is... toch wel weet, hè? Bits. Bita. Nog even, en je zegt ook dat je weet wie Steve is. Kut, nee. Ja. Ja, maar ik kan toch de naam in de bar ringen, hebben. Nog even, en je weet ook wie Nathan is. Wie is Nathan? Ja, dat klinkt wel bekend. Kom op, die is zo belangrijk in seizoen 2. Ja, oh, seizoen 2. How about seizoen 1? Nee, in seizoen 2 maar is hij wel belangrijk. Er is ook zo'n sukkeltje met zo'n bril. Willy Clash! Hey, dat is Georgie de Delta Torchic. Hey, Torchic. Dat is een ijstype, dan weet je dat. Dat is wel cool. Ah. Hey, nee, maar jij bedoelt Willy Clash. Oh ja, die dude. Oh, ik ben een nerd. Oh, ik wil alle namen verzinnen. Oh, jij verzint de naam? Nee, ik moet de namen verzinnen. Die. Ja, die. Ja, die. Ja. Ik wil die Torchicky wel, Shiny. Die heb ik één keer tegengekomen, dus het zal wel niet. Weet wel dat Delta's, dat je echt goed op de Sparkle moet letten, omdat die Shiny bijna hetzelfde zijn, zeg maar. Oh, dat is sad. Moment. Maar je hoort ook wel of de Sparkle het. Zeker, hè? Hier, ik hoor het. Yo, Shiny is Poochyena, what the frick? What the frick? Oh, het is mijn... Oh, dat is mijn Pokémon. Oh, oké. Okay. Bij mij liep je scherm vast toen je dat zei. Ja, nou, hij was eventjes van zijn apropot. Van zijn apropot? Van zijn apropot. Nee, doe nou niet Super Sonic. Zit er wel een deksel op zijn apropot? Wat? Zit er wel een deksel op zijn apropot? Ja, ja. Zeker. Lekker. Oh, deze guy is heel dom. Hij doet twee keer super... Volgens mij kan deze guy alleen maar Super Sonic, want... Dat is het enige wat hij doet. Het is niet eens een headshot. Hij doet tenminste iets. Ja, dat dacht ik ook al. Sander, vind je het oké om deze aflevering alvast te beëindigen? Dat kan. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.